Management Team Noord, accountants en adviseurs en bouwbedrijf Rotterdam BV, official partners van ACV TV. CSV Apeldoorn ontvangt ACV dat periodekampioen kan worden. Op 21 september bezorgde de ploeg uit Apeldoorn de enige nederlaag van ACV. Yildirim speelde betaald voetbal bij onder andere Heerenveen en haalde in 2005 zelfs het Nederlands elftal. Aanvoerder Hoekstra speelt zijn 250ste wedstrijd. En afgelopen woensdag speelden Van Es en Van Schoten voor het Nederlands politieelftal dat zich voor het EK kwalificeerde. Drost is ex-prof van Heerenveen, NEC, Vitesse, FC Zwolle en De Graafschap. Er zijn geen verrassingen in de opstelling van ACV. Emas Weijer is er nog steeds niet bij vanwege een blessure. En topscorer Mulder weet dat er door CSV Apeldoorn op hem gelet gaat worden. ACV speelt vandaag in het zwart-witte uittenu. Scheidsrechter van vanmiddag is de Lima Schepens. Hij floot dit seizoen eerder 8 maal in de topklasse en 5 keer in de hoofdklasse. CSV Apeldoorn is een van de minst scorende ploegen en ACV heeft de minst gepasseerde defensie. De vraag is of ACV de status kan waarmaken als titelfavoriet. In de 4e minuut valt ACV aan. Mulder loopt zich vrij, maar doelman Jans is eerder bij de bal. Een minuut later is het opnieuw ACV dat de aanval kiest. Holder vraagt om de bal. Mulder en Djimicic zijn in het strafschopgebied, maar Djimicic blijft achter Van de Hoek staan en loopt niet uit de dekking. Na 7 minuten spelen is het CSV Apeldoorn dat voor het eerst gevaarlijk is. Boeven met de kopbal. Boeven is trouwens de zoon van oud-Ajaxiet Peter Boeven. De ploeg uit Apeldoorn blijft via de flanken aanvallen. Diederik met het overzicht. En Van Es schampt de bal met zijn hoofd. Met Werkman in zijn rug. Halverwege de eerste helft. Mulder. Mulder met een schot en Jansen komt niet in de problemen. De Rosa vertrekt vanaf eigen helft. 2 tegen 2. Speelt de jonge Rosa het uit. Hij probeert het zelf. Maar Jansen redt met de benen. Corner Buurmeijer na 28 minuten spelen. Djimicic raakt de bal niet goed. En Jansen zorgt even voor rust. Diederik kan de bal niet controleren. En begaat de overtreding op Veenstra. De Liemen Schepens geeft ACV een vrije trap met Buurmeijer. Werkman net over. Werkman had een goede timing, maar raakt de bal niet goed. Holder zoekt het 1 tegen 1 duel op. Nog steeds Holder. Haalt dan uit. Net naast, maar de bal wil er niet in. Holder wordt gelanceerd. Holder op volle snelheid en Holtman moet een corner weggeven. Een compliment voor de vechtlust van de snelle vleugelspeler van ACV. Van Es. Buurmeijer voorbij, Boef helemaal vrij. En Diederik komt net te kort. Inmiddels zijn we beland in blessuretijd. Weer een lange bal. Naar het doelgebied van ACV. Diederik gaat slordig met deze kans om. Eerste minuut voor de tweede helft. Een schot van Boeven. En Vos moet zich helemaal strekken. Kan Mulder het net wel vinden. Een makkelijke bal voor Jansen. CSV Apeldoorn blijft kansen creëren. Van Es wil de bal voor zijn linkerbeen hebben. En een uitstekende redding van Vos. Hij houdt zijn ploeg in de wedstrijd.
Het is tweerichtingsverkeer qua aanvallen. Nu ACV weer met Holder. Holder. De jonge Rosa. Naar Djimicic. En Jansen pakt de bal. ...58 minuten gespeeld. Vrije trap van Buurmeijer. Bal blijft even hangen. Maar de thuisploeg werkt weg. Veenstra. Buurmeijer. Buurmeijer. Ziet Menting. Menting. Oh! Een dikke 10 voor Lef. Maar geen voldoende voor de afwerking. Wat laat ACV toch veel kansen onbenut. Ruim een minuut later, corner van Buurmeijer. En Werkman kopt net over. Opnieuw een mooie kans voor de Assenaren. Je zou zeggen, met zoveel kansen moet de bal toch er een keer ingaan. Holder. Tijsma worstelt zich naar de eerste paal. Maar ACV loopt steeds tegen de muur op. Mulder ziet de jonge Rosa vrij staan. En Tijdsma verliest het duel van doelman Jansen. Met nog 20 minuten te spelen voert de thuisploeg de druk op. Didrik, gevaarlijke voorzet. Vosbox weg. En ACV ervaart dat de accu nog lang niet leeg is bij Apeldoorn. Mulder. Mulder creëert zelf de kans en het zit hem niet mee. Mulder baalt zelf ook van de gemiste kans. Wagenaar vertrekt vanaf halverwege eigen helft. Wagenaar met een slap schot heeft zijn kruid verspeeld met een lange rush naar voren. ACV begint opportunistischer te spelen. Lange bal op de jonge Rosa. De jonge Rosa. Zoekt Mulder net niet. Mulder had zijn ploeg hier aan de 1-0 kunnen helpen. Goede balname van Holder. Tijdsma tikt goed door. Naar de jonge Rosa. En weer een gemiste kans. Hoeveel kansen moet je als ploeg krijgen om te scoren? Werkman mag veel mee naar voren komen. Tijdsma. Mulder. Werkman. Door de benen van Didrik. En zijn schot levert slechts een corner op. Pompstra met de corner. Werkman. Met omhaal. En Hoekstra haalt de bal van de doellijn. Hij zorgt ervoor dat het 0-0 blijft. CSV Apeldoorn gaat voor het doelpunt. Bijna is het raak, maar Vos redt weer uitstekend. Met nog 5 minuten op de klok. En Vos moet weer de bal uit zijn doelgebied boksen. Aanval gaat door. En ACV geeft een corner weg. De defensie van ACV wankelt. Opnieuw een corner voor Apeldoorn. En dan is het raak. 1 tegen 0. Drost scoort. Hij staat helemaal vrij. En met een harde kopbal zet hij de corner om in een doelpunt. En zijn lengte van 1,85 meter komt goed van pas. Maar wat krijgt hij veel vrijheid om ongehinderd in te koppen. Met nog 3 minuten te spelen zet Drost het sportpark op zijn kop. De blessuretijd is ingegaan. Pompstra. En opnieuw Jansen. Kan ACV nog gelijk maken? ACV verliest haar tweede competitiewedstrijd. En staat weer met beide benen op de grond.